Het eiland Hachijojima ten zuiden van Tokio mocht zich in de bijzondere belangstelling verheugen van dagjesmensen die hier eens goed een totale zonsverduistering wilden gadeslaan. Om 12 uur was reeds een deel van de zonneschijf onzichtbaar. Sommige amateurastronomen konden dankzij een vernuftig uitgedacht projectiesysteem de eclips volgen zonder kramp in de nek te krijgen. Zodra de verduistering bekend was, stelde de politie een onderzoek in. Om ongeveer 1:15 was het zover dat de zonneschijf geheel achter de maan verborgen was, waardoor de corona, de lichtkrans om de zon die anders overstraald wordt, zichtbaar werd. De totale verduistering duurde 5,5 minuut en in die tijd was het daglicht getemperd tot een zwakke schemering. De belangstelling van de Japanners voor dit natuurverschijnsel was begrijpelijk, want de eerstvolgende totale zonsverduistering zal in het land van de reizende zon pas in 2012 te zien zijn.